Goedemorgen. Ja, vandaag 15 april. En het is... na deze dag is het precies een maand dat we thuis zitten. Want 16 april, of 16 maart natuurlijk, was, dat was de eerste dag dat we niet naar school gingen. En ja, 16 april zal dan dus een maand zijn. Ja, dat, het is maar een maandje wel. We beginnen nou langzaam maar zeker voor ons op het Kalfscollege bij die vakantie in de buurt te komen. 19 april is de laatste dag van de vakantie. En ja, ik merk nou wel dat ik ben een beetje gespannen aan het nieuws aan het kijken. Want ik merk toch wel dat er zijn steeds meer landen waar de geluiden beginnen te ontstaan over langzaam maar zeker dat er wat meer mensen naar hun werk mogen en dat soort zaken. Dus ik vind het toch wel interessant om een beetje te volgen wanneer wij naar school zouden kunnen. Ik hoop echt dat we 4 mei elkaar weer zien. Dat we live maandag 4 mei weer gewoon naar school kunnen en dat we normale lessen weer kunnen draaien. Want ik merk dat ik het contact mis. Ik mis het contact met jullie en ik mis het contact met mijn collega's. En ja, ik merk dat ik het lastig vind om mijn vinger aan de pols te kunnen houden van hoe gaat het met iedereen en hoe gaat het dus, ja, hoe gaat het met scheikunde. Maar ook, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het persoonlijk? Hoe zit je erbij? Ben je gemotiveerd of niet? En kan ik je helpen om daarmee, hè, om iets te doen zodat je toch gemotiveerd raakt? Ja, dus ik houd het in de gaten en ik hoop jullie 4 mei te zien. Deze week maak ik nog goeiemorgens, maar dan is het vakantie en dan... Ik ga ervan uit dat we elkaar 4 mei weer terugzien. Maar in ieder geval vandaag een goede dag. Ga weer aan het werk. Ja. Verzet wat werk. Laatste paar dagen. Even knallen nog. En dan zien we elkaar in mei. Fijne dag vandaag.